Schiphol zo spoedig mogelijk verlaten. Let op bij het ondersteunen. Een intercity die vanuit Eindhoven op weg was naar Schiphol staat in brand. De machinist heeft geprobeerd een noodstop te maken, maar komt uiteindelijk brandend tot stilstand in de spoortunnel van Best. De intercity stopt naast een al op het perron gestationeerde stoptrein. Een achteropkomende trein ziet te laat dat de tunnel vol met rook staat en voegt zich als derde bij het rampscenario. Eén keer in de 3 jaar vindt een grote rampenoefening plaats. Doel is de brandweer, ambulancedienst, politie, ProRail en de gemeente samen te laten werken. Zaterdag vond deze oefening plaats in de spoortunnel in Best, waar circa 200 hulpverleners en even zoveel figuranten aan meewerkten. Onder hen waren ook lotusslachtoffers en acteurs om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Waarom wordt deze oefening in Best gehouden? Omdat Best een hele specifieke situatie heeft, een spoortunnel. Dat vraagt om een hele andere manier van rampenbestrijding. En vandaar dat het ook heel belangrijk is om daar iedere keer weer te oefenen. Het is opvallend dat de oefening plaatsvindt in de week dat Nederland te maken had met terreurdreiging. Nee, deze oefening die stond al een hele tijd gepland. Elke 3 jaar vindt er zo'n grootschalige oefening plaats. Dus de oefening was al in zoverre voorbereid dat ik in ieder geval niet weet dat er nog overleg plaats heeft gevonden. Wat kan de gemeente hiervan leren? Alles. Van alles. Kijk, het kan, de brandweermensen kunnen ervan leren. In elk geval kunnen ze leren hoe de taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organisaties verdeeld zijn. En medewerkers van de gemeente zelf zijn nu aan het oefenen met hoe ze de mensen moeten opvangen op een locatie en hoe ze dan registratie moeten doen.